De kern van een Conny Groenewegen ontwerp is de verfijning die in het materiaal zit. Het handschrift wat ik daarin heb ontwikkeld. En dat gaat over knitwear of over leer met laser gesneden. Het is ook altijd wel een symbiose met het lichaam, dus het is dynamisch. Het is vrouwelijk. Maar ik vind het wel logisch om, ja, omdat die kleuren zo bedeesd zijn, om niet in één keer dan dit te doen. Deze collectie is een doorontwikkelde versie van de zomercollectie 2011, die ik heb geshowd in juli. Het originele idee was de vlinder. Dus dat komt terug in de vormen die erin zitten, de transparantie, de lichtheid en de stippen die terugkomen. Het idee ontstaat natuurlijk vanuit een concept, dus vanuit een onderwerp. En tegelijkertijd is er de techniek waarmee ik werk, dus waarin niet alles van tevoren te besluiten is. Het uitgangsidee eigenlijk was dat ik vierkante lappen wilde breien, of rechthoeken, maar dat ik in het proces van het breien de vorm daarin wilde verwerken. En dat is het mooie aan breien, dat je van het begin af aan kunt sturen. En dan deze top met die rok. Ik zie mezelf wel internationaal doorbreken. Ja, doorbreken vind ik altijd een beetje een groot woord. Ik wil wel dat mijn label gezien wordt internationaal. En ik vind ook dat het dat niveau heeft en dat het een internationale stijl heeft. Ik probeer ook echt uitspraken te doen in mijn ontwerpen die internationaal aansluiten en die niet aan Nederland gebonden zijn. Ik vind mode ook echt een internationale taal. Deze awards betekenen voor mij ten eerste een moment dat mijn collectie aandacht krijgt en mijn label aandacht krijgt. En verder ja, zou het natuurlijk helemaal fantastisch zijn ja, als ik met de hoofdprijs weer terug kan gaan naar het atelier.